is mij gevraagd of ik misschien een filmpje wilde opnemen over kwasten. Kwasten voor beginners, heb ik een beetje begrepen. Dus als je net begint met make-up, wat voor kwasten heb je dan nodig? Wat zijn mijn favorieten? En noem maar op. Ik heb hier allemaal de kwasten in zitten in een The Bubbles and Butters Company. Dit was een shower gel bak. Die kun je bij de Douglas krijgen. Ik weet niet of dat nog zo is, maar oké. Daar heb ik ze even ingestopt. Of tenminste, daar heb ik ze altijd in zitten. Omdat ik eigenlijk niet zo goed weet waar ik ze anders in moet stoppen. Dus, en dit is voor mij gewoon praktisch. Wat ik gewoon ga doen is, ik ga gewoon kijken wat voor kwasten er allemaal in zitten. Ik heb ook een paar nieuwe kwasten ertussen zitten. En die ga ik gewoon bespreken. En dan weet je ook of je die moet hebben als je net begint. Natuurlijk moet je niks. Je mag alles, maar je moet niks. Goed. Het eerste wat ik wel aan zou raden is, als je echt gewoon goed met make-up gaat beginnen, dan moet je echt van alles wel minimaal één hebben. Denk aan foundation kwast, denk aan poederkwast. Concealer kwast vind ik niet zo heel boeiend, want concealer kun je ook aanbrengen met je vingers. Natuurlijk kun je foundation ook met je vingers of met je handen aanbrengen. Maar ik ben toch wel een voorstander van de foundation kwasten. Laten we daarmee beginnen. Ik heb er namelijk twee. Ik heb twee foundation kwasten. Deze is van Boozy Shop. Ik heb, je zult ook wel zien, ik heb toen een hele set gehaald van Boozy Shop. Echt 4-5 jaar geleden. Deze hebben ze ook niet meer op Boozy Shop. Dit is één foundation kwast. En dat is, ja, dat is eigenlijk gewoon, hij is een beetje vies. Excuses. Dit is gewoon de hele simpele foundation kwast. Wat je merkt zijn gewoon dat de haartjes heel dicht bij elkaar zitten. En heel stijf zijn. Waardoor je echt goed je foundation zo op kunt brengen. Hij laat wel strepen achter. Daar moet je wel even om denken. Zulke kwasten laten strepen achter. En dus moet je hem heel goed aanbrengen. Mijn tip daarvoor is om, als je foundation opbrengt, eerst even zo en dan even goed verspreiden. En dan in ronddraaiende bewegingen het aan te brengen. Je hebt tegenwoordig ook platte kwasten met een plat bovenkant. En daar kun je ook heel goed foundation mee aanbrengen. Maar die heb ik zelf niet. Dus ik heb het dan maar gewoon over deze. Als je het gewoon met ronddraaiende bewegingen aanbrengt, is het ook prima. Deze is dus van Boozy en deze is van de Primark. En dit is gelijk een dubbele. Dus mocht jij wel zoiets hebben van, oké, mijn concealer wil ik ook met de kwast aanbrengen, dan raad ik deze aan. Hij is lekker roze. Dit is de foundation kant natuurlijk. En dit is de kant voor de concealer. Het enige verschil aan foundation en concealer is gewoon dat de concealer kwast is gewoon iets kleiner. Het is eigenlijk gewoon een foundation kwast, maar dan in het klein. Dit is, als je het prettig vindt, toch wel een must om te hebben. De HEMA heeft ze ook. Mocht je dat makkelijker vinden. De HEMA heeft ook een hele goede foundation kwast, maar die heb ik niet meer. Dan een poederkwast. Om de boel een beetje af te poederen. Wat mijn voorkeur, ik heb hier verschillende in zitten. Ik zal ze er even bij pakken. Tada! Deze is ook van Boozy weer. Dit is een iets kleinere kwast. Ligt er net aan hoe groot. Oh, hij valt om. Hoe groot jij hem wil. Dit is iets kleiner dan bijvoorbeeld deze. Ik hoop dat je het goed kunt zien. Deze is ook wat fluffier. Sorry als je dat ziet. Er komt echt. Ik heb ze gewassen, maar oké. Deze is van de Kruidvat. En ik vind dit toch wel een hele goede poederkwast. Ik hou er niet zo van die hele grote brede poederkwasten. Waarom? Het pakt gewoon niet goed product op. En ik heb niet zo'n groot hoofd. Ik bedoel, ik hoef niet zo groot. Dit is voor mij doen gewoon een goed formaat. Je kan het goed aanbrengen, je kunt het goed blenden. Dus je moet even kijken naar wat jij het fijnst vindt. Deze is van Boozy. Vind ik iets minder fijn, want deze prikt. En ja, maar ook deze brengt gewoon prima aan. Alleen hij prikt. Daar hou ik niet zo van. Ook heb je kleinere. Als je zoiets hebt van, ja, dat wil ik allemaal niet. Deze is van Catrice. En dit is gewoon een wat kleinere
dit is een platte poederkwast ook. En ik dacht eerst van, oké, dit gaat nooit werken. Een platte poederkwast. Maar dat werkt juist wel, want je kan het dan gewoon heel makkelijk aanbrengen. Kost 4-5 euro en is echt een prima kwast. Hij is super zacht, hij heeft ontzettend veel haartjes. Echt niks op aan te merken. Dan heb ik deze nog, deze van EcoTools. Dit is mijn nieuwste aanwinst. En dit is eigenlijk een blush kwast, maar ik vind hem veel te groot voor blush. Want als je blush hier aanbrengt met dit ding, ja, sorry hoor, maar dat brengt voor mij gewoon niet lekker aan. Het is veel te groot. Dus ik gebruik hem als poederkwast en deze is echt heel erg fijn. Heel erg zacht. EcoTools kun je bij de DA verkrijgen en hij is ontzettend zacht en ontzettend fijn. Dus, poederkwasten. Merk en noem maar op, maat, moet je even zelf weten. Ik vind die van Kruidvat, als je echt budget wil gaan, vind ik die van Kruidvat prima. Het is natuurlijk wel zo, goede kwasten zijn duur. En ja, dan moet je toch wel wat meer voor neerleggen, maar dan heb je ook wat. Maar die van de Kruidvat zijn ook prima. Dan komen we tot een blushkwast. Dat is ook een must om te hebben sowieso. Of je moet van cream blushes houden, maar daar hou ik niet van. En met mijn handen aanbrengen vind ik niet fijn, want dat brengt gewoon te vlekkerig aan. Qua blushkwasten heb je ook hier weer verschillende soorten. Zo. We hebben deze van Essence. Dit is een hele goede. Volgens mij heb je deze trouwens niet eens meer. Zijn ze nou paars? Maar die zijn heel erg fijn. Mijn zusje heeft die paarse van Essence en die vindt hem echt fantastisch. Goede maat. Probeer hem ook niet te groot te nemen. Kijk, dit is gewoon prima. Maar zoals als je dit zou nemen. Kijk, het kan wel, maar zie, het wordt echt een beetje te groot. Dus zo een. Dit is er ook een. Deze is van Da Vinci. Die zat in mijn Fitbox. En dit is ook een hele goede. Dit is een iets grotere. En deze komt bij de Mooi Parfumerie weg. Die hebben een eigen lijn met kwasten. En deze is ook heel erg fijn. Wel iets groter dan je zou denken. Maar op zich, als je hem een beetje zo aanstipt, is die prima. En dan heb je, deze is van Boozy. En dit is een schuin afgesneden kwast. En een schuin afgesneden kwast. Deze en deze zijn multifunctioneel. Waarom? Ik gebruik deze als bronzer bijvoorbeeld, om te shapen. Maar ik gebruik deze nog liever als bronzer, omdat hij een heel goed lijntje kan zetten. Omdat hij al schuin afgesneden is. Blush- en bronzerkwasten zijn toch wel iets wat ik echt wel aanraad. Dus. Dan. Ik hoop dat het trouwens een beetje duidelijk is. Ik heb geen flauw idee. Ik vind het zelf ook een beetje lastig om uit te leggen. Dan heb je oogschaduwkwasten. Dat is weer iets dat hoeft niet per se, maar als je toch wel echt met make-up bezig bent, raad ik toch wel aan om iets van een oogschaduwkwast te nemen. Wat je dan kan nemen, ja, dat zijn echt allemaal verschillende kwasten. Ik zal ze er even allemaal uitpakken. Even lezen welke het allemaal zijn. Goed, dat waren ze. De meest basic, ik ga iets dichterbij zitten. De meest basic kwasten zijn deze. EcoTools DA, nee, Kruidvat. Kruidvat eigen merk. Kun je bij de haarspulletjes vinden. Dit is gewoon een platte kwast die je gebruikt om product echt goed aan te brengen. Dus als je een ooglook maakt om hier zo bloep, 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 make-up op aan te brengen. Als je er gewoon één van hebt, is het genoeg. Dan heb je ook dit soort. En dit lijken bijna dezelfde. Deze is schuin afgesneden. Deze is gewoon. Maar deze is wat minder hard. Dit zijn echt harde kwasten. Waarbij de haartjes echt heel dicht op elkaar zitten ook. Dus deze zijn echt heel hard en kunnen goed spul aanbrengen. Deze zijn iets zachter. En waar ik deze voor gebruik is of om in de arcadeboog te werken. Of ik gebruik ze om te blenden. Als je hier wat weg wil vegen zo. Dan gebruik ik deze het liefst voor. Deze vind ik ook nog wel fijn om
in de arcanenboog mee te werken. Waarom? Hij past zo goed. Omdat hij juist schuin afgesneden is. Of als je hier op het eind. Dit zijn wel, zeg maar, extra kwastjes. Het zijn niet de kwasten die ik zou zeggen, oké, deze moet je echt hebben. Zolang je gewoon één vaste, harde kwast hebt, heb je deze eigenlijk niet eens nodig. Dan heb je ook nog kwasten echt voor in je arcadeboog. En die hebben zo'n puntje. Deze is ook van Boozy. En deze is net zo. En deze zijn heel precies om te werken in je arcadeboog. En die zijn gewoon heel fijn. Want ja, zo kun je goed product aanbrengen. Dat kan met zo'n platte harde kwast trouwens ook. Maar dan, ja, ik weet niet. Je krijgt dan zo'n harde lijn. En dit brengt echt goed en al blendend aan. Dus als je één van deze twee kan bemachtigen, is het ook heel erg fijn. Deze zijn wel iets lastiger om te vinden. Hiervoor zal je wel op internet moeten kijken. En dan heb je nog echt een grote fluffy blending kwast. Zo ziet hij eruit. Deze is van de Hema. Die kun je ook bij de Hema vinden. En dat is echt om je harde lijntjes weg te werken. Dus eigenlijk voor je oogschaduw zou je een harde kwast, zo'n puntkwast en een blending kwast. En dan heb je eigenlijk genoeg. Al het andere is extra. Dan heb je eigenlijk wat voor mij als laatste belangrijk is. Is een kwast voor de wenkbrauwen. Ik doe mijn wenkbrauwen met een kwastje. Je kan ook een poeder gebruiken, maar ik doe ze met een kwastje. Eyeliner doe ik niet met een kwastje. Maar dat zijn wel dezelfde kwastjes als voor je wenkbrauwen. Deze is van Kruidvat, eigen merk. Deze is van EcoTools. En ik vind ze heel erg fijn. Ze zijn heel dun. En ze hebben zo'n schuin afgesneden punt. Waardoor ik heel goed in mijn wenkbrauw in kan kleuren. En ja, voor eyeliner werkt dit gewoon niet voor mij. Omdat ik altijd liquid liner heb. Dus dan werkt het niet. Als je een van deze twee erbij hebt. En je vindt het fijn om met deze te werken. Voor je wenkbrauwen. Dan is dat ook wel een must. Dan heb je nog extra dingen. Zoals een lipkwast. Deze is van Lux. Dit is een lipkwast. En dat is handig als je houdt van felle lipsticks. Dan kun je heel goed en precies aanbrengen bij de lijntjes. Ik hou er zelf niet zo van. Ik gebruik het wel als ik bijvoorbeeld potlood aanbreng. En dan dat weg wil vervagen. En dan een donkerrood of zo aan moet brengen. Dan gebruik ik hem wel. Maar eigenlijk ook niet altijd. Dus dit is echt meer een extraatje. Dus, dat was het. Ik hoop dat jullie het een beetje snappen. Dus eigenlijk gewoon wat je moet hebben. Een kwast doet heel vervelend nu. Is een poederkwast. Foundation kwast. Blush bronzer. En weet je, als je een blush kwast hebt. Je kunt hem dan ook afdoen op je hand. En dan gebruiken als bronzer. Of eerst je bronzer aanbrengen en dan je blush. Dat is helemaal geen probleem. Even kijken. Een blending kwast voor de ogen. Een platte kwast om oogschaduw aan te brengen. Een kwast voor in de arcadeboog. En een kwast voor de wenkbrauwen. Dit zijn eigenlijk de basics. Die je, als je echt met make-up bezig bent, vind ik dat je deze wel in huis moet hebben. En je kunt ze overal wel vinden. Het is wel zo, niet alle goedkope kwasten zijn eigenlijk even goed. En eigenlijk moet je net even wat meer uitgeven aan een wat duurdere kwast. Ik hoop dat je het handig vond. Mocht je nog meer vragen hebben, laat ze hieronder even achter. Dan kan ik ze beantwoorden. Ik zou het heel erg leuk vinden als je zou abonneren en me zou volgen op Blacklovin. Ik heb ook Instagram, staat ook hieronder. En dan zie ik je heel graag weer terug bij een volgend filmpje. Doeg!